Goedemiddag Jan Kuipers. Hi. Hoe is het? Ja, goed hè? Ja. Zeg, sinistere omstandigheden dagen later. Ja, we staan hier in een sinistere poort van de Beddenwijkstraat. Ja. En dat doen we omdat de routes of de wandeltochten van Sinistere Zeeland die gaan weer van start aanstaande donderdag. Dat klopt. En daar hebben we alles over geschreven, maar wat we nog nooit hebben gedaan is meegelopen. En jouw mooie verhaal hebben we ook nog nooit gehoord. Dus om naar de mensen een klein idee te geven van wat jij vertelt op zo'n avond, kan je dan eens een fragment of een verhaaltje vertellen wat jij vertelt als je in de Beddenwijkstraat bent? Ja, nou ja, die hele route, we hebben executies, we hebben gruwelijke misdaden en we hebben zelfs engelen met vlammende zwaarden. Maar we hebben natuurlijk ook spookverhalen en een van onze spookverhalen speelt hier in de Beddenwijkstraat. Dat is een zeer interessant straatje door zijn eigen ouderdom. Maar in de Franse tijd, in de jaren rond 1800, is hier een verschrikkelijk spookverhaal gesitueerd. Dat ging over een oud vrouwtje dat hier in een van die huisjes woonde in de Beddenwijkstraat. En dat vrouwtje had eigenlijk haar onheil aan zichzelf te danken, want ze had in de Franse tijd een soldaat verraden. Die had of gedeserteerd of hij had geld gestolen van zijn regiment, dat weten we niet. Maar het vrouwtje heeft hem verraden en dat kostte hem de kop. En toen de Fransen waren vertrokken in 1814 hier, toen heeft dat vrouwtje dat geweten. Want elke nacht als ze dan in haar huisje hier in de Beddenwijkstraat in slaap viel of bijna in slaap viel, dan doemde er een zwarte gedaante op met een hoge shako. Dat was onmiskenbaar, die Franse soldaat. En dan gooide die een zwart pak, een zwaar zwart pak op haar voeten. En dan schrok ze wakker en dan doemde dat die spookgezicht. Gestalte verdween weer langzaam en dan sukkelde dat vrouwtje weer langzaam in slaap. En als ze dan bijna in slaap viel, dan kwam die zwarte spook weer terug, gooide weer een zwaar pak op haar benen, schrok ze weer wakker, gillend en jammerend. En ja, dat kon natuurlijk zo niet doorgaan. Het ging elke nacht tot aan het ochtendgloren. Het vrouwtje was al oud en zwak, dus dat heeft haar de kop gekost. Nou, dat is een vrij simpel spookverhaal, maar er zit veel meer achter die motieven van dat verhaal hier in de Beddenwijkstraat. En om dat te weten, ja, moet ik iedereen toch aanraden om de wandeling mee te lopen langs 13 locaties in het westen en noorden van de binnenstad van Middelburg. Het westen en het noorden, dat zijn al onheilspellende windrichtingen. En dan gaan we de medewandelaars vergasten op allerlei onzalige, onheilige en gruwelijke gebeurtenissen die zich in het oeroude Middelburg van oudsher hebben afgespeeld. Nou, dat klinkt allemaal goed. Je bent een rasverteller, dat hoor ik zo. En nog een paar kleine details, want het kost 13 euro geloof ik. €12,99. Ja. Dat is een vriendenprijs. Ja. En, het duurt bijna 2 uur dus. En mensen kunnen zich aanmelden via sinisterezeeland.nl. Dat klopt. Dat is de website. En het begint, normaal gesproken ga je op donderdagavonden van start op de markt. Hè? Ja, het begint er rond 7:45. We verzamelen bij het stadhuis, bij de bankjes, de voormalige bankjes voor het stadhuis, bij het bordes. En dat kan niet missen. En van daaruit trekken we bijna 2 uur door de duisterste krochten van Middelburg. Ja, precies. En het is natuurlijk, het is niet Middelburg, maar je hebt ook nog een collega die het doet in Vlissingen. Dat klopt. Dus ja. De mensen die, ja. Die daar wonen of naartoe willen, dat kan ook. Ja, maar Middelburg en Vlissingen. Veel mooier. Middelburg is wel. Ja, ik zou het ook doen. Dankjewel, Jan. Graag gedaan, joh.